Ja. En we zijn er weer. We zijn aangekomen bij een school. En voor de donaties van de fonds die ik was gestart hier in Suriname. Had de school met toch wel wat rijkere ouders, rijkere kinderen. Hebben ze zelf een fonds gestart om een check aan mij te geven. Dus ik weet niet wat me te wachten staat. Waarschijnlijk gaan ze me die zometeen overdragen. Ik weet niet hoe ik erbij moet voelen. Het wordt waarschijnlijk wel heel mooi. Dus dat gaan we doen. Dus hoe heet deze school, Gianni? Bar Atheneum. Arthur A. Hoogendoorn. Atheneum. Ja, openbaar Atheneum. Ja, ik deed ook Atheneum. Logisch, waar ga je? Ik deed ook Atheneum. Omdat jij dingen als deed. IVBO. Ja, want ik deed gymnasium, hè, broer. Je zegt net Atheneum. Ja, maar ik deed eerst Atheneum. En van Atheneum ging ik naar gymnasium, want ik ging fok op. En daarna moest ik HAVO doen. En dan van HAVO ging ik naar MEVO. VMBO. Ja, VMBO. Maar het maakt niet uit, in ieder geval. Hé, hey, welke trui heb je daar aan dan? Een HBTV. Met die check die gaan we iemand anders blijven. En jullie weten wie we blij gaan maken, toch? Jullie gaan het zo meteen zien. Jullie gaan het van de pannen. Ik vind dat niet op. Aas lekker? 100. Als ik in de lerarenkamer moest komen. Hoe voelde het om bij de schooldirecteur te komen? Nou, ik ben. Nu kom ik in een andere setting, is toch lekker. Maar je ziet wel dat al die kinderen gewoon broeien worden. Je ziet gewoon vanaf boven. Dus ze worden gewoon afgeleid, maar we zijn binnen. Zo 13. Verstop die ketting, houd je binnen en de kant zo. Nee, man, zie je ook een. Over te dragen aan Goudje. Yes. Kom maar. Yes. Aangeven wie is aan wie ze het kunnen geven. Nou, ik heb toen het idee gehad van mevrouw. Dit is het bedrag. Monday SRD tot nu toe. 13.242. Mm-hmm. En dat gaan onze kids aan meneer Goudje. Zederburg. Ja, ja. Kijk, heel mooi. Ik ben nog met een GoFundMe begonnen en met het zo snel gegaan dat het wordt gezien. Dat waardeer ik alleen maar. En ik neem hem in goede handen, ga ik hem nemen. En dan gaan we heel veel andere kinderen blij maken. Ik wil eigenlijk dit even hier op zijn ijs zetten. En dan wil ik jullie ook knuffels geven. Mooi. Kijk hier, is toch mooi? Is toch mooi? Dit werkt toch? Zo, man. HBTV, Goudje Gang. Wauw, man. Mensen, als je een beetje naam hebt, probeer ook iets goeds te doen. Ga niet alleen flossen, man. Doe iets goeds. We zijn nu bij Coffee Company. En ik ga dit wel eten, man. Ik zeg het je eerlijk, man. Een koffiebok club sandwich. Dit is de team, man. Kijk, je hebt hier drie barki, Sveni Paling. Ja, maar man, nigga. Of Haji. Ja, maar je bent er, man. Sven zit hier, hij zit alle tijden bij ons. Sofia, Jani, ja. Logisch. Kijk wat we eten dan, man. Heerlijk. 'S Ochtends vroeg wakker voor die verse patat, man. Mensen, we lopen door de regen. Het kan wat afwegen. We lopen door de regen. Daarna ben ik hier op straat. Kijk hoe het gaat. Ben ik in een nieuwe vlog. Kijk wat ik. Af en toe zat ik op een smog. Maar niet in school. Kijk wat ik ben nu hoog. Rafa, waar moeten ze zijn voor privébeveiliging? Waar moeten ze zijn? Fox security. Begrijp je? Wat is logisch? Zelfs overdag, man. Pa, man. Oh, ja. Oké. Deze gaat sowieso uit die vlog. Hey mensen, ik zeg het eerlijk, je ziet alles wat er gebeurt, komt gewoon ook door mijn team mee. On point. Oké, wie is DJ? Met welke gaan we beginnen? Oh shit! Als ik moet komen, wordt het sowieso troublesome. Ga je naar links,
Nee, nee, dat is andersom. Echt wie weet wat ik was gedaan. Wauw man, stoer te doen, maar twee chillen op de som. Oh, nee. Hey, maar we gaan cashjes ons blokken, begrijp je? Cashjes van één. No, maar je mis je man. Nee, maar ik bedoel gewoon die man, die rode of rood of groen toch? Waar dat hij rood gaat. Ja toch, die inkomsten. Dat pas sneezies aan niet, hè? Ik zeg het je eerlijk, niet naar gewoon sneezie man. Ik bak die niet gewoon, dit is gewoon Louis Vuitton, maar ik heb scheid. Het kost 9 euro, waarom niet? Ja man, deze heb ik nodig man. Hoeveel kost het? 10 SRD. Wauw man, deze heb ik wel nodig. Balenciaga. Balanklaka oule? Nee, Balenciaga. Oh, Balenciaga. Het is gewoon goed geschreven man. Dit wordt hem man, dit wordt hem man. Fille plat. Ik ga deze nemen, man. Sneezy Sanino. Is die data op mijn Sneezy? Kom, Luku. Kom, broer. Broer. Is een Philip. Hey, Niffo, is een Philip Plem, man. Ik kan het voor 9 euro kopen. Kappen, man, broer. Kijk, daar is die pasta. Oké, dan mag ik een L. Of een XL. Shit. Philip Plem. Dat is Sandy Shedu, no? Ik ga het volgen voor je. Je bent een kitty, no? Oh, ik het zie. Twee keer, hè? Oh ja. Kom op, man. Het zijn dames, man. Waarom doe je dat? Waarom doe je dat? Waarom doe je dat, man? Ik zeg wel hard gewoon. Ja, deze is gewoon hard. Je lobby? Ja, maar deze vind ik wel kwijt, man. Laat in de comments weten hoe het staat, mensen. Daar laat maar voer, wacht niet. Zo bij jouw voer? Maar dat gaat hier, dat gaat hier. Hij gaat zo door, zegt tante, ren snel, ik heb niet gezien. We zien het man, we zijn bezig de auto aan het wassen. Hij is weer helemaal spik en span. Het was eventjes in een andere soort model, maar hij is compleet, compleet nu. Shine like a motherfucker. Shine like a diamond. Wat gaat weer? Kijk eens. Je ziet dat we zijn weer inkoop aan het doen voor de profonds, de donatie. En we hebben voor alles maar suiker, toiletpapier, olie, uieren, aardappelen, Golgate, tandenborstel, jam, brood. $7,000 SRD. Ja man, mensen, nog steeds bezig met de vlog. Goudje in Suriname. Maar mensen, kijk dan, we stoppen niet met werken. Jullie zien het toch, we laten het nog steeds lukken. Nu gaan we ook weer 15 tot 20 gezinnen blij maken. Sowieso een shout-out naar alle stille donateurs en ook de bekende donateurs. Quincy Promes, Plein Amsterdam, Voor Amsterdam. Eethuis Free Mangrong, HB natuurlijk, Custom Made Agency, Vrije Tijd Universiteit, LMF. Had ik al gezegd, Lloyd Remake Family? Niet? Hoe kun je hem vergeten? You in it, man, broer, man. We laten het lukken, man. De vlog nog steeds goudje in Suriname. Wat zijn we go to? We zijn bij SRS, broer. Voor de tweede keer, maar nu weer in, met een andere persoon. Dus de show gaan we klaren vandaag ook. Dat is voor ons vakkie, vind ik. En dat is voor de show van morgen. Nu gaan we gewoon rocken, man. Ik heb zin in alles. First of fuck you. Oh nee, timer is toepas. It was all a dream. I wake up in a dream in a magazine. What? Very funny scene. What? I let my take pop to my take pop. It was all a dream. I wake up in a rap made them. I used to read Word Up magazine. Heavy D. Salt, pepper and heavy D. Up in the limousine. Oh, you got choppies. I wonder why they call me Big. Of a dream toy. Idee? Je bent net klaar met werk? City Motors. City. Hoe vaar? 100 dagen. Hoe die? Yes, mensen. Je ziet hier aan de achterkant. Ik ben laag op een pedicure van. Samen met Trein en Logisch. Logisch, wat zeggen ze dan? Even op een pedicure van? Ja, toch? 100. Hé, hey, Trein, vakken met die teen van je. Laat ze zien, man. Nee, maar laat dan. Man. Niet. Altijd zwaar nodig. Hé, die tenen van ons. Die altijd hebben wij problemen met tenen en die dingen. Dat, man. We zijn nu even snel op een kleine pedicure van. Die tenen moeten safe zijn, maar begrijp je? Je hebt dan een hele dag slipper en die dingen dat. Kijk die mooie. Ze zijn geen koeien. I see, I see. Zij gaat die zand van flikken. Ja. Zij gaat hem flippen, man. Zij gaat hem flippen. Hé, hey, dit is wel gangster, man. Biri.
Een bierie gewoon. Logisch. Laat even die telefoon. Waarom durf je het ene niet erin te zetten? Heet hè? Anofaya jong. Anofaya. Mm. Dus voor die contour eigenlijk. Dus die neefje gaat kwijt ook. Heel klein foto. Eigenlijk wil ik die vrouw jappen hè. Want de kiet is super erg. Hey. Ja? Ik word er eigenlijk aan jappen, maar ik kan niet doen man. Zo. So, laten we die nagels zien. Laten we die nagels zien. B-b-b. Mevrouw, ik kan jou passen, je weet niet, shit. Ja, ja, het zit er alweer op. We hebben denk ik een anderhalf uur hier gezeten. En I walk on, man. Super lekker. Alles is safe. De trein pakt hem ook gewoon relaxed. Logisch. Ja. Safe, hè? Abo? Ja. Oké, okay, dankjewel, dankjewel, ja, dankjewel. Ja, ja. Zo, pakt hem ook ontspannen, gewoon relaxed. Dus, dan gaan we nu weer verder, man. We gaan de hort op. Je ziet het. Lili Spa Salon. Mm. En we zijn in de supermarkt beland. Even op de kaken wat we gaan drinken. Of wat logisch. Of wat Rijn? Of wat? Ja, ja toch, we zijn er. We zijn weer helemaal fris en vooruit toch. Oh shit. En wat je loopt met slippen nu deze dingen? Pas op. I see, I see. Lefjes, waar hebben we lefjes? Deze kost sowieso 13 euro broer. 13 euro sowieso voor die lefjes broer. Ja, hoe staat het? Is ook een keer. No, maar ik ga voor de Douwet man, de Douwet. Die roze Douwet, sorry zo. Waar is die roze Douwet? I see, kijk dat hier man. Deze man. Nou. Kom on nou. Deze is zei je tegen. Snap. Hé, hey, mijn visie wordt maar niet beter man. Die zon blijft me aanpakken hier man. Die vitamine D wordt bruin, maar mijn troep komt ook uit mijn visie en al die dingen dat maar para man. Hé, hey, ik wil ook iets lekkers klappen eigenlijk man. Iets lekkers ook erbij, je weet toch? Wat zie je daar dan? Stof, waar is die chip van gisteren? Hij was pittig ook die in een soort... Flaming hot moet je nemen. Nee, maar niet die flaming hot man, G man. Man's not hot. Never hot. Wat heb je van? Hé, ken je hem niet? Kan je 5 minuten 60 bar op de boy? Wat? Ah, zei je, kan je 5 minuten 60 bar op de boy? Ah, zei je. Deze. Je ziet de face man, dat is de face van hard werken. Pas wanneer we in NL zijn, gaan we weer eventjes uitslapen, uitrusten en al die dingen dat. Ja want even, vanavond zijn we op gas hè, je weet wat gaande is toch? Icy, 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 icy. Wauw man, de boy is omgekleed, maar kijk het hier dan. Het werkt hè, een kleine D-vis, een tijger en een bee. Brilletje op. En we gaan richting het centrum, kijk hier. Nog steeds het huis, ziet er nog steeds goed uit. Ze hebben de boy gekeken, man. Nog eventjes natuurlijk ook die kamer naar een paar dagen. Jullie moeten wel zien hoe de boy leeft ook, begrijp je? Realness. Faya. Faya. Kijk, de kaber, bad para, bad. Shoes over there. Clothes over there. Then I got something over here. Then I got a spijkerbroek over here. This is the bed. And the bed is also fucked up. This is the living bedroom. In ieder geval, ziet er nog goed uit. Het is niet dat dat een teringbende is. Hey, Faya, wat doe je, bad? Sowieso voor de mensen, wil je een klap. Sowieso wil je een klap, moet je altijd bij je hebben. En we gaan ervan bewegen. Oh shit, Jamie, je ziet er goed uit, man. Shit, man, fly away, shit. I see. En dan gaan we even kijken bij de rest hoe dat ervoor staat. Kijk hun osso, kijk hun osso. Ook nog stabiel. Kijk of ik hier iets kan vinden. Ik kan hier niks vinden, man. Dan gaan we hier ook maar weer lossen. Dus mensen, chaotische druk. Chaotische druk. Chaotische dag. Maar we zijn wel lekker bezig, begrijp je? Horen jullie die? Hoe zijn die dingen wat zo gaat? Kikkers. Kikkers of krekels? Kikkers. Kikkers. Todo. Todo. Raf, wat zeg je dan? Wat zeg je die mensen in die vlog? Ja, we gaan maar met die lapstap, hè. Ja, toch? Ja, man. Geregeld. Met Pom, en 5 super. Waar is die? Delta. Ready? Ready. Oké. Okay. Dus we zijn zover en we gaan zakken, man. Mhm. Jij kan, we hebben niks van mee. Jij hebt bloed, ik bloed. Er is niemand die vrees. Fuck je met de film, dan ben je er geweest. Klopt. We zijn op clipshoot, man. We zijn op clipshoot. Oh ja, wat de binnenkant van die wang is ook aan, ja. Ja, toch. 100, man. Clipshoot. Ja, nu begrijp ik die shot, ja. Dat je loopt precies goed in die model. Goed, begrijp je? We droppen clips, man. Je moet op gas, hè, broer. Wauw, man. Nou, maar het werkt, maar ken je... We zijn niet echt in de industrie, we zijn net een natie.
kille galan ronnie, ze noemen papi. Ja, alleen maar met Batman, dat vind ze grassie. Killers en Barbies, kom in accuratie. Wij kunnen fokken, maar we geen relatie. Ze werk met die hout om in concentratie. Ben op activatie, ik ben wat ze graag ziet. Ze wil mee met de gang, want ze liever draagt.